Welkom. Hij is geboren in 1971 en was profvoetballer van 1989 tot 2008. Hij speelde in deze periode 411 wedstrijden voor één club, namelijk Roda JC. In zijn jeugd kwam hij echter uit voor Chevremont. Vandaar zijn bijnaam de Spijker van Chevremont. Ook was hij nog een tijdje de teammanager van Roda JC, maar in oktober 2018 werd dit contract ontbonden. Vandaag in Lex Ontmoet, een gesprek over het heden en het verleden met Ger Zende. Verkalle platen. Ja, tuurlijk. Ger, ik begin immer hetzelfde, al binnen 2 jaar lang, God. Had ik minder mee te doen. Ik ben niet zo gans gelovig. Ik geloof wel eens een dinger, maar... Ik ben vroeger natuurlijk wel eens een keer geweest, dan ook wel eens nog wat vaker, dat ze wel eens met haar klengen natuurlijk, met haar zoontje of de dochter, dat ze wel eens over zaakjes had. Dus 2 dingen? 2. En dan, dat is nog eens wel, dus met de sjoel en dat soort dingen, kunt er wel eens in aanraking. Christmas natuurlijk en dat soort zaken, dat probeert ze natuurlijk wel eens een beetje bij te doen. Maar in het algemeen ben ik geen echte kerkganger of zo, maar... Dus Rooms-Katholiek en dan steeds zo'n vuur, maar niet. Maar opvoeding. Niet. Opvoeding. En de kinderen deze maal alles? Dus. Ja, die krint... Met bosje de eieren? Die krint met ja, klengbosjes krint ze met, maar niet, ja, niet overdreven. Ik heb nog een paar tegenstellingen. Ik heb namelijk natuurlijk een beetje op Wikipedia gekeken en een beetje gegoogeld naar Ger Zende. In een Duitse auto of een Amerikaanse auto? Ja... Dan moet ik helaas toch van de Amerikaan, Jan. Wieso helaas? Als ze dat vindt verder. Ik bedoel, ik woon in het Duits, dus dan is alle Duits te kort. Maar, nou ja, maar ik bedoel, ik ben van klinkzwangen Corvette freak. En ik had nog een paar jaar gehad. Ja? Ja, dat biedt mijn passie. Corvette, dat is echt een passie van mij. En dat zal ooit nog wel een keer terugkomen. Ja? Ja, absoluut. Wil ze dat nog een keer? Ja, absoluut. Scheuren? Ja, we werden wel een dag ouder, maar trots. Ja, maar in Duitsland is het natuurlijk nog veel makkelijker. Ik in salarie. Het is hier het aangename in Duitsland. Ja. Guns N' Roses of Bon Jovi? Ja, ik ben een echte sinds ik denk een jaar of 4 zijn echt een Bon Jovi-freak. Met wie ik hoorde toen we begonnen met Ronald Waterreus en Bernie Romero. Over echt zo'n drie kliek, ja, zo'n kliekje van Rijma, die echt ook nog hij in Landgraaf. Nog concerten van Schmieke en 96 naar Bon Jovi, zijn ze weer samen. Serieus? Ja, dat is wel echt geweldig. Dus in dat opzicht al echt lang Bon Jovi-fan. Wat deed ze nou zo na dat voetballen? Want je bent in 2018 en ze eigenlijk een beetje gestopt. Wat deed ze nou? Golven? Nee, minder golven. Dus ik ga veel heen te doen. Ik bedoel, die heeft kleine klusjes. Is dat handig? Nou ja, ik ken een redelijk gat, joh. Dus het is niet zo. Ik ben net een afschilderde typische profi waar misschien niks met de Henk kan. Ik denk dat ik wel uit een generatie kom die nog wel eens met de Henk kan doen zelf. En voor de rest is het eigenlijk, ik doe het goede doelen. Ik ben in training erbij. Ik kom nog eens op de schoel. Dus het is echt zo get van alles wat ze maar get, wat ze vroeger gewend is, om get voor de maatschappij te betekenen. Nou, dan ga je door nog wel. Ja, dat hoeft ze niet meteen te beantwoorden. Maar ik bedoel, nu geteen, ja, profvoetballer. Kunnen ze dat nu verleven? Nou ja, ik kan me behelpen, laat zo zeggen. Ja. Dus, en weet ze. Nooit of ik kom uit een generatie die echt alleen maar voor geld had gevoetbald. Verhand minderen. Clubliefde. Clubliefde zit vooral voorop. Het thuisgevoel, ja, de lui wat ze mee te maken had. En vooral supporters. Ja. Ik ben gewoon toes opgegruid op de straat van wie gaat er sporten nu in het stadion steed. En door stond ik vuur. Door hassen we geleefd en dat is hartstikke wel gezien. Ik bedoel, mensen van een euro naar een andere club geweest. En zo ben ik nooit geweest. Dus ik heb me daar goed toegevuld en ik denk dat ik ook gewoon trots op zie dat ik ooit, ik denk wel de enige zal zien dat ooit 19 jaar als prof voor Roda had gevoetbald. Als ze daar niet alleen financieel gewend, maar ook geestelijk, dat ze denkt van ik leef voor Roda, want als jongste wil ze eigenlijk niet voetballen bij Roda, heb ik gehoord. Nou ja, kijk, als jongste, ik ben op straat opgegruid, dus daar had ze die vrung op die gaan. Chevremont was natuurlijk alles, hoor. En daar gruit ze met die vrung op. Wanneer ze dat gewoon had, dan kunnen ze toch wel vroeg in aanraking met Roda. En ik had toch om me gekozen, omdat ik mijn ouders vrij op jonge leeftijd had verloren. Ja. Dan had ik er toch voor gekozen om pas op mijn 16e naar Roda te gaan. Om gewoon echt bij de vrung te blijven. Was er niet al met 16 jaar geweest?
Gewoon mijn papa had ik met 12 verloren. En mijn mama 24. En dat schakelpunt was een beetje zo met mijn pap stoor of zo. Weet je, dan ben je nog met de vrung bezig, voetballen. En toen koerde ik gewoon naar Roda gaan. Daar had ik toch gekozen voor mijn vrung. En op een gegeven moment, toen ik 16 werd, toen zei mijn mama ook wel eens van ja, met Jos Jonge leefde toen nog te wongen. Gans gewoon een vrung van de familie, busje vee met. En toen was ik echt zo gehad van, ja, zou ze toch wel eens een keer gaan proberen. En toen ben ik met mijn 16 gegaan, met het rugzakje. En toen... Ja, dat is wel in 2018 loof ik er bijna om een ronk. Dus. Je moet toch een beetje pijn doen, hè? Pap verliezen met 12 jaar en dan met 16 weer. En dan met 18, 19 op het eerste gaan voetballen. Ja. Nou ja, het is een gemis wat ik als jonge dingen pap verliezen op een jonge leeftijd ziet. Dan is dat een gemis wat ze toen in een bepaalde opvoeding, wat je er in hoop smit te maken. Dus in dat opzicht is het goed geweest. Het is een deel van die leven. Het vormt zich natuurlijk ook zoiets een beetje geworden natuurlijk. En in dat opzicht had ik natuurlijk met de mam en mijn broer, natuurlijk voor de rest van de familie, natuurlijk het beste van je maat om verkoop te maken. Nog één tegenstelling. Molenaar of Van der Leur? Ja, dan mag ik wel met uitzak Molenaar zagen, want ik heb natuurlijk met Robert samengewerkt, geweldige vent. Ik denk dat ze ook Lucas beoordelen wanneer ze met ze samenwerkt. En vooral ben ik het absoluut niet eens met zijn ontslag. Ik ben op en op Rodemaan. Ja. En ik bekijk dingen reëel. En ik zou ook beslissingen nemen die in het belang van de club zijn. Ja. En het clubbelang is in dat opzicht niet gewaarborgd geworden. En dat vind ik jammer. Maar dan hebben ze wel de papieren zelf gekregen in de tijd van Molenaar. Maar een trainer staat daar boven. Ja, ja. Ik had nog contact gehad met Molenaar en dat soort dingen. Dus dat biedt wel. Ik ben zijn enge voetballerij moots gewoon en ik ga nog met Molenaar samengewerkt. Dan had ze gewoon contact. En Robert wordt gewoon op zich een gouden vent en niks mis met. En ik denk dat het maximale droet het geholde der ploeg. Ja, ja. En dan is het voor mij in clubbelang denken, want de supporters en het beleid wat er gaat lopen. Ja, hoe ze dit nooit mogen doen. Punt. Eigenlijk zelf ook klaar. Nou, over Roda en voetballen kunnen ze nooit goed gemoeld, Lex. Dus, nee. Even voetballen. Dat vind ik geweldig, die twee dingen. Ja, dit vond ik sowieso al, dat zal wel niet in beeld komen, maar dat vond ik sowieso al een werelduitspraak. Gerry Zende, beter, bikkel, boegbeeld. Dat was ik toch geweldig veel een keer, beter, bikkel, boegbeeld. Ja. Maar meteen de eerste foto, hoeveel albums heb ze? Ik denk dat ik een stuk of 5 albums aan. En ja, daar komen nog van alles krantenknipsels, foto's. Ik denk dat ik best een van de uitgebreide collecties aan, denk ik. En ook qua shirtjes had ik bijna alles. Ook de jassen van, de gekke jassen van de bekerfinale en dat soort dingen allemaal. Toch ver bekerfinale is metgemaakt. Alleen de eerste was misschien een badmantel bij. En helaas had ik maar 2 rode en enge blauwe. Ja, maar dat begreep ik niet. Ik wou deze week aan het kijken naar zo'n televisieprogramma. Dan zocht er Theo Jansen van Vitesse. En dan wordt ook de vraag gesteld naar het voorwets, want naar de finale Willem II Ajax. Van, nee, dat heb ik allemaal niet meer. Denk ik bij mijn eigen. Ja. Dan had ze toch ook niet plezier gehad, kerel. Dit zijn toch dingen die dragen ze nu toch nog biedig. Ja. Zo'n badmantel, dat is toch... Dat is toch het symbool van wat ze gedaan hebben. Ja, het is vooral een stukje geschiedenis. Ja. Kijk, voor mij is het gehad, ook al ben ik nu niet meer bij Roda. Maar die geschiedenis, wat ik met Roda aan, vanaf 16-jarige de Hen, 19 jaar voor Roda gevoetbald, 11 jaar teammanager. Dat is een stuk geschiedenis dat ze bij een enge club metmaats. En dat giet ik ook natuurlijk een stukje trots van zichzelf. Hè? Toch simpele jong van Jeweemet, ja, op stroos op je gruit, ja, met niks op de welkomen en zelf je ervan maken. En ja, dat is een stukje trots wat ze had. Had ze nog een opleiding gedaan? Hè? Ik ben op de LTS geweest, ik had trainersdiploma's, dus dat is het probleem allemaal net. Maar het is wel zo gek van, dit voetballen springt op boeten. Nou, als voetballer steeds natuurlijk sowieso op het podium, dat is sowieso leuk. Maar vooral om de nog te laten zien die kinder aan de supporters. Waar ooit een keer, ik let ook met Rick Engelenburg, daarom ik daar cadeau gedaan van al die portretfoto's van 19 jaar, wie ik als voetballer word. Ja. Daar beginnen die kapsels natuurlijk bij, dus er is wel lachen. Die kapsels zijn fantastisch. Ja, maar dat zijn gewoon dingen die een beetje waardering goed spreken. En dat deed ze natuurlijk ook voor. Hoor. Is het nog niet, ik bedoel, deze eerste foto wat we meteen gezien is van die eerste echte profseizoen? Ja. Ja. 89, 99, er stond toch wel het verdette bij. Ja, ik ken ze niet allemaal nemen, maar onvoorstelbaar. Ja. Mark Luipers, René Hofman, Henk Vreeser,
Eugène, Hanze, oh, okay. Ja. Ja, Oerbach, Van Loen, Willy, ja. Van der Kuilen. Ja, het is ja. te veel om op de... Toen hups met het voetballers te maken ja. gehad. Hè. Ja, ja, mijn eerste jaar was echt van, de komen ze echt als kleine jong komen ze binnen. En dan is het echt zo gek van, als je die namen allemaal ziet, ja. Ja, dat schrikt zo een beetje. Wie komt ze nu binnen? 16 jaar jongske, de kunst van Jevement en dan was dat Kalei. Ja. Ja, dat kunnen ze. Die is met fietsen natuurlijk. Jan Reker, trainer. Jan Reker. Ik ga natuurlijk eerst met Hens Fischer te maken gehad. Waarom ja. een jeugdtrainer. Ja. Ook op de beloftes natuurlijk. Met Jan Versleijen. En dan komen ze er binnen. Dan maken ze de A-jeugd met. En dan ben ze daar als ik met eerste mee trainen. Ik ben 17-jarige jong. En dan weet ze natuurlijk al niet wat. Ja, dan kunnen ze met Jij Hansen en die allemaal komen op die avond. En ik moet zeggen, wel echt schappelijk. Echt, die helpen dan. Want die zien gewoon denken van, ja, de bezengen doen ze eerst geen drie woord. Maar de geest gewoon een veld op en proberen ze alles te doen wat ze moeten doen. En dan wekt ze natuurlijk een stuk sympathie op. Maar dat moet ze toch wel doorzetten. Is het nog niet anders, denk ik, er? Dan komt ze een gekochte voetballer uit Sierra Leone, ja, of uit de Duitse competitie van de tweede van München Gladbach of de derde van Eintracht Braunschweig, ik zeg maar het. En dan komt bij Roda, dan komt het geld ophalen, dan gaat hij naar binnen en dan begint hij te voetballen en dan weet hij, ja, volgend jaar ben ik heel veel weg. Ja, is dat niet anders? Het probleem is een beetje dat ze veel meer moet gaan kijken van de binding. Ik zou bijvoorbeeld Scandinaviërs horen. Ja. Die hebben veel meer karakter, naar wat kerkgroot en Hollander ook qua taal aanpassen, dat soort dingen. Ja, dat moet gewoon veel selectiever zien. Toen moet ze een beetje kijken wat ze voor club, wat wel ze voor speelstijl spelen, wat had ik op de tribune zitten, wat ze verlangen, ja. Hè, wat had ik voor trainer, wat had ze zelf voor beleid als concept, ja. Hè, wat ze wel spelen en dat soort dingen allemaal. En ja, daar moet ze een beetje op afgestemmen. Alleen de generaties zijn veranderd. Ja, doe kennis een speler van Huisselaars, kennen ze niet koorlijk nemen. Dat ze niet Koempel kennen ze nemen. Mm. Maar ik denk dat je ja. weet wat Koempel is. Dat heb ze dus in die 11 jaar als teammanager ook moeten omzetten dan? Nou ja, ik ga met moeten denken van wie de huidige generatie tikt. En die zijn angstig los. Ze wel ook het beste, absoluut. Ik bedoel, de kennis die jongens ja, niet koorlijk ja, ja. nemen. Alleen zit het op een andere manier. Huisselaars moet meer gevoetbald worden, ja. Maar ik bedoel, wie is toen met 18 hier op dit elftal komt? Bosje niet zo'n goudzoeker. Nee. Zo'n goaldigger. Nee. Van, nu wil ik het grote geld verdienen. Ja. En ik heb de laatste jaren gewoon de indruk, bij heel veel van die clubs, daar komen ze mee gedaan en denken ze, oh, graaien, kruiwagen, vol, weg. Ja, ja dat is wel een probleem met Huisselaars in de maatschappij natuurlijk heerst. Van, de voetballers komen voornamelijk en ze vroegen als eerste van, ja, is mijn auto en wat verdien ik? Ja. En vuurvrouwen zaten van, boah, ik mag geen metvoetballen. Ja. Ik krijg mijn kans om iets te bewijzen ja. en misschien een carrière te maken. En dat is wel een insteek die natuurlijk ja, wel een chance heeft. Dat missen toch tegenwoordig? Nee, toen mist, weet je wat ik allemaal vuur had? Toen mist er insteek waarom ze best begonnen met voetballen. Voetballerij is liever liefhebberij. Ja. En is een passie wat ze haast. Wanneer ik nu naar ons voetballen gewoon, dan gewoon ik niet omdat ik moet of dat wat dan ook allemaal, of dat er ons een euro voor te krijgen is. Nee, gewoon omdat voetbal is het leukste wat er besteedt. Je hebt zelfs met Van der Leur gevoetbald. Ja, och. Maar ook met Alfons Groenendijk. Ja, nou, ik heb met veel jongens gevoetbald. John Walloon, al van gezag. André ja. Leuvelijk. Ja. Prachtig, die kapsels, maar Heuvel, dat ook al liever gehad. Ja. Jan Reker, wij worden nu een van de leukste trainers wat ze metgemaakt hebben in die 30 jaar. Ja, ik ga zelden misselijke trainers metgemaakt. Maar ik denk voor mezelf springt natuurlijk een beetje, zoals Eddie Achterberg en Huub Stevens, springt natuurlijk wel een beetje daarboven door. Gaan we naar huis een foto volgens mij. Ja. Maar dat is zo die, moeilijk die, met die albums. Ja, die komen absoluut in mijn klappersvuur. Ja. Dus, Wacht, hoe over dat nou zitten? Seizoen, dat was 93-94. Toen is Huub Stevens gekomen, ja. Dus, Vuur op. Ja. Ik zie Luipers, nog immer. Ja. Doem, wie wordt dat met lopen? Ja, ja, Huub doet toen nog even met voorop lopen. Hoor. Even laten zien van... Ik ken het nog. Lijf ziet of geen lijf ziet, karakter is karakter. En dan moet ze gaan bewerkstelligen. Het is toch onvoorstelbaar wat hij nu ook alweer met dat Schalke deed. Ik bedoel, op een of andere manier had hij ook een beetje geluk met hem. Of is het zijn uitstraling? Nou, ik denk dat het concept van hem, ik bedoel, zijn uitstraling, zijn manier van menselijkheid en professionaliteit. Ik denk dat dat een bepaald karakter en eigenschap en vooral kwaliteit is wat net veel trainers hand. En dat is op zijn manier, ja, had het door absoluut met goede kwaliteiten en voor, die hij had natuurlijk en ook met jongens om zich heen.
maar vooral de kwaliteit wat hij zelf bezit om Elftal en Ludo hen enthousiast te maken en vooral dat ze tot het gaatje gunt. Mm-hmm. Dit is dat Elftal van dat seizoen? Ja. God, er stond ook het echte op nog Ummer. Potverdorie, Babangida. Ja. Maar ook door zal ze zien, dit Elftal. Dus een Silvio Di Liberto. Ook door normale jongens bij. Ik bedoel, er zit Henry Heeren, Gerda Rijn nog bij. Dus het is ongelooflijk, maar het is wel waar. Dus het hoeft niet alleen maar grote namen te zien of zogenaamd papier. De jongens die alleen maar kwaliteit aan het daar voor me gaf, is het karakter en de mentaliteit een kwaliteit? Of is het voetbal doorslaggevende? Ja, ik denk om het eerste. En een combinatie van natuurlijk. Ja. Ja, wat is de toekomst van Roda? Of mocht ik dat niet vragen? Oh ja, tuurlijk. Ik was alles vragen. Zeg wat het om Roda gaat. Frits Schroef nog gans gauw tiede metgemaakt met Roda. Had het wel verdiend. Had absoluut verdiend. Is een sympathieke man. Jammer dat in de afgelopen jaren Luum zich hebben gehad die er minder... Of misbruik van gemaakt, laat zo zeggen, om er niet om hen te trainen. Ja, ja. En ik hoop dat hij in de toekomst keuzes gaat maken die in het belang van de club zijn en van de supporters en van gans Kerkhof, maar vooral ook dat hij eindelijk terugkriet waarvoor hij ingestapt is. En dat is een stukje nalatenschap in het maatschappelijk gebied voor Kerkhof en de omgeving, maar vooral ook voor Roda. En dat gun ik hem van harte. Wat is de toekomst van Gerzende? Die is nog niet geschreven. Nee? Dus laten we maar afwachten. Ik ben zo eng om in de druk maken om gans veel dingen. Voetbal zal onder mijn leven blijven. En ja, de witsnood dat ik op die pad komt. Dus laten we het wel lekker wachten en ons niet gek maken. Carpe diem. Absoluut. Leuke dag. Ger, bedankt. Niks te danken. Adieu. Adieu.